met parlementariër Harriet Ramdien spraken wij over de viering, CQ-herdenking van 150 jaar Hindoestaanse immigratie en wat dat allemaal voor haar betekent, hoe zij dat interpreteert in deze Bromchi Jari die wij kennen en welke rol heeft die Hindoestaan binnen deze samenleving. Er zijn soms momenten van etnische spanningen, die etnische snaar die wordt er bespeeld. Hoe kijkt zij daarna? Hoe kijkt zij naar de rol van de Hindoestaanse vrouw in die samenleving? En ook zij is een districtsvrouw. Hoe is het dus voor de vrouwen nu gesteld? U hoort parlementariër Harriet Ramdien. Laat mij eerst beginnen voordat ik mijn mening geef met betrekking tot 150 jaar zelf. Een algemeen beeld creëren. Wij zijn in een land als Suriname. En u hoort altijd dat het een land is waar je alle etniciteit hier in het land hebt. Je hebt Chinezen, je hebt Libanezen, je hebt Joden, je hebt Javanen, je hebt Hindoestanen, je hebt de Kriolen, je hebt de Maron, je hebt de Indianen, je hebt de inheemse. Noem maar op. We hebben alles in huis. En het moment dat je alles in huis hebt, zegt men, moet je iets lekkers kunnen vormen. Je moet iets lekkers op tafel kunnen zetten. En dat moet kunnen. Wij moeten in dit land één ding beseffen. Dit land is nu van ons allemaal gezamenlijk. Ja, de inheemse, de tribale volkeren waren als eerst. En we zijn erbij gekomen. Je kan niet alleen in een land blijven of op een eiland blijven. En je zegt van, het blijft van een klein groepje. Nee, we hebben het samen nou tot iets een groter geheel gevormd. En dat geheel moeten we behouden gezamenlijk voor elkaar. Niemand kan zeggen, ik sta alleen en ik ga alles alleen kunnen. Niet als persoon, niet als land. Nergens ter wereld kan dat bestaan. Dus het eerste waaraan wij moeten gaan kijken, hoe zijn we geïntegreerd in het geheel. En ik vind dat we prima en heel goed geïntegreerd zijn. Want als je kijkt dat wij van elkaars eten genieten. We genieten van elkaars eten. Wanneer bijvoorbeeld een Creoolse broeder of een zuster ergens gaat, in een buurt of zo, meestal zoeken ze naar die roti. Ze vinden het heerlijk. Ik ben dol op bami. Begrijpt u hoe het gaat? Ik ben ook op Chinees eten gek. Dus we houden van elkaars culinair. Dat is één. Ook waarvan we houden, is elkaars traditie, onze cultuur. Ik vind het prachtig om te gaan om naar de dans van de Creoolse broeder en zuster te kijken. Ik hou ook van de Indiaanse dans hoor, als ik het zie. En ik heb zelfs op Mapura meegedaan aan zo'n dans. Dus u ziet, die integratie moet er zijn, want het land is van ons allemaal waar wij naar die vrede en die saamhorigheid moeten werken. Dan kom ik nu op het punt dat we nu naar 150 jaar Hindoestaanse immigratie gaan. Op zichzelf, als we gaan kijken, hoe is het inhoudelijk geweest voor deze groep? Dan zeg ik, het zijn harde werkers. We moeten toegeven. En grotendeel van deze groep zit in landbouw. Het zijn mensen die meer op het veld werken, waar zij houden van produceren. Daarvoor zijn ze meegenomen en grotendeel zijn daarin ook gebleven. Omdat zij daarin terecht zijn gekomen. En als u kijkt bijvoorbeeld naar de andere groep, de Creoolse broeders en zusters, die zitten meer bij de ambtenarij, kan je zeggen. De Chinese broeders en zusters zitten meer in handel. De Japanen zijn een beetje zo verspreid en zo. Maar zo kan je doorgaan. En wanneer we nu kijken naar het geheel en ook apart, dan zeg ik in die 150 jaar hebben we toch heel veel bereikt in dit land. Je ziet dat een heleboel van de groep ook artsen zijn, advocaten zijn, et cetera. De kinderen gaan naar school. De ouders zorgen dat hun kinderen wel een studie krijgen, dat ze studeren. Maar wel mag gezegd worden dat een hele grote deel ook emigreert is. Men is vertrokken naar het buitenland. Een heleboel van de mensen zijn weggegaan. Ze zijn hun heil gaan zoeken in andere landen. Dus, maar het grote deel dat hier gebleven is, vind ik prachtig. We werken om het leven toch te voorzien zoals het moet, in harmonie. Eén ding wat er is, wat ik wel vandaag wil oproepen, een dag voor, een vlak 1 voor 12 voordat de dag komt, wil ik toch een oproep doen, meneer Ganesh, via uw medium. Ik wil elke Surinamer zeggen, laten wij elkaar met respect behandelen. Dat ding wat nu gecreëerd wordt, lijkt het alsof er een soort van ruzie is tussen groepen, maar dat is het niet. Weet u wat het is, meneer Ganesh? Het zijn enkelelingen, het zijn maar een paar mensen die elke dag werk van gemaakt hebben om elkaar uit te schelden. Worden ze betaald? I don't know. Krijgen ze iets ervoor? I don't know. Maar wat ze ermee bereiken, dat gaat boven mijn verstand. Ik zou deze mensen oproepen en zeggen, stop ermee. U gaat niets ermee bereiken.
U maakt alleen dat men u juist gaat haten als persoon. Men gaat u als een racist zien. Als iemand die probeert om verdeling te brengen onder het volk. En daarmee moet je stoppen. Stop vandaag. Stop vandaag. Niemand is beter dan een ander. God heeft ons allemaal hier gebracht. En we zijn nu eenmaal in die boot. En laten we samen varen om dit land naar grotere hoogte te brengen. Laten we niet zinken. Want wanneer we zinken, gaan we samen zinken. Is niet een deel gaat zinken, we gaan allemaal zinken. Gaan we drijven, gaan we samen drijven. Willen we die boot aan de shore brengen met een goede bestemming, dan moeten we nu stoppen elkaar uit te schelden, te beschimpen. Elkaar etnische woorden te gooien, racistische opmerkingen te maken. Niemand is beter dan een ander. We zijn allemaal één. En laten we met in gedachten ook naar die 150 jaar Hindoestaanse immigratie gaan en vieren. Straks hebben we 1 juli, dat ga ik ook vieren. Dan krijg je de Javaanse broeders, de Chinese broeders, die gaan we ook vieren. En met deze gedachte gaan zeg ik meneer Ganesh, laten we die eenheid werkelijk gaan vormen. En niet bij hoogtijdagen alleen maar mooie woorden gebruiken. Laten we daar naartoe gaan. Ja. Dankjewel. Dus u, mevrouw Ramdien, heeft er moeite mee met woorden als ze bijvoorbeeld uiten die koelie. Ook wanneer mensen uiten blakamang. Ik vind het geen mooi woord. Ik vind die woorden niet leuk. Want in wezen hebben ze misschien een andere betekenis. Maar mensen gebruiken het in een andere wijze. Ze gebruiken het meer om mensen te beledigen. Men gebruikt het als beledigen. Dus ik vind die woorden past gewoon niet meer bij ons. Het past gewoon niet bij ons. Laten we met die soort dingen stoppen. Elkaar beschimpen, elkaar uitschelden, elkaar etnische woorden gooien. Want meneer Ganesh, gaat u kijken wanneer wij samen kunnen dansen. Wanneer wij samen kunnen eten. We kunnen samen, ook, we trouwen met elkaar ook. Waarom moeten we dan dit gaan doen? Maar migado. En het zijn, ik ga je weer zeggen, het zijn niet alle Surinamers die het doen. Het zijn enkelingen die dit tot een dagelijks werk gemaakt hebben. Het lijkt alsof ze happy voelen wanneer ze mensen tegen elkaar zetten, mensen uitschelden. Dan ben je hippie. Je bent niks hippie. Het enige dat je doet is, je bent een negatief mens en je bent bezig het volk tegen elkaar op te hitsen. Maar het volk beseft het en heeft je door dat we niet erop moeten ingaan. Dit land is van ons allemaal samen. Laten we dit land opbouwen, gezamenlijk opbouwen. De ene gaat het misschien beter hebben dan de ander, maar dat is overal ter wereld. Overal ter wereld heb je klassen, je kan daaraan niets doen. Het is nemen en met elkaar verder gaan. Ja. Ramdien, ze zeggen de voorouders hebben de weg geplaveid. Wij zetten voort, maar er zijn ook een aantal zaken die dreigen verloren te gaan. Wat zie je dat de huidige nazaten wel voortzetten en wat dreigt volgens u wel verloren te gaan? Weet u wat ik, en waarvoor ik mijn hart wel vasthoud? En dat is onder alle bevolkingsgroepen heb ik gemerkt. Taal, hun moedertaal is één waarvoor ik bang ben dat die verloren gaat. Ik raak verrast dat ik bijvoorbeeld, ik ga een voorbeeld gewoon noemen, dat ik bij mensen thuis ga. Hindoestaanse gezinnen, Javaanse gezinnen, Chinezen. Ze kunnen geen Chinees praten, ze kunnen geen Javaans praten, ze kunnen geen Hindi praten. Ik vind het zo erg zo. Ik zei, is je moedertaal? Dat moet je gewoon thuis bezigen. Nederlands is onze taal die we gewoon in de gemeenschap gebruiken. Het is een schooltaal. Maar dat is één, onze taal. En het tweede wat ik ook jammer vind, onze religie. We hebben, weet je dat wij religies meegenomen hebben naar Suriname, dat we het beter doen dan in onze moederland zelf? En in, onder alle bevolkingsgroepen, wij doen het intensiever. Wij doen het met meer liefde. Wij doen het op het juiste wijze. En ik ben bang dat dat ook verloren gaat raken, omdat de jongeren erin niet opgebracht worden. En ik praat over alle bevolkingsgroepen. We moeten onze jongeren misschien meer erin brengen. Ga meer eraan. Zie meer tijd eraan. Leg ze uit waarom. Is je identiteit. Je identiteit moet je behouden. Die moet je niet kwijtraken. We moeten die natievormen hebben, we moeten als één volk door alles heen, maar je identiteit moet je niet verloren laten gaan. Mevrouw Ramdien, u bent een vrouw, Surinaamse Hindoestaanse vrouw in een topfunctie. Hoe zit het dat bij de Hindoestaanse vrouw, bij het bereiken van een functie, topfunctie, gaat het makkelijk, gaat het heel moeilijk en met name, u bent een districtsvrouw, hoe zit het ook, als u ook dat aspect meeneemt?
Meneer Ganesh, we zijn in het jaar 2023 en dan zou je verwachten van ja, die dingen zullen smooth gaan. Het zullen heel lekker gaan. De tijden van toen, men zei de vrouw is een huisvrouw, die hoort in de keuken achter het aanrecht, dat die tijden voorbij zijn. Ik ga je eerlijk zeggen, we zijn nog ver van huis hoor. Het is echt niet zo makkelijk en simpel dat men zegt van de vrouwen krijgen dezelfde functies, dezelfde betaling, dezelfde behandeling. We zijn nog lang niet daar. En vooral onder de Hindustaanse vrouwen niet. Onze cultuur is ook streng. Men ziet de vrouw meer in huis dan op straat of ergens anders. Het is nog niet helemaal ingeburgerd in elk gezin. En die inburgering wat dat betreft, die acceptatie dat de vrouw niet boven de man, maar misschien gelijk met hem ook, het aan kan, dat moet nog binnen de gemeenschap nog kweken. Het moet nog gaan groeien. En daaraan moet er nog gewerkt worden. En hoe ziet u de Hindustaanse vrouw in de politiek? Nou, ik ga je zeggen, de vrouwen die er wel zijn, die groeit. Ik vind dat de toegang voor de Hindustaanse vrouw binnen de politiek wel toeneemt hoor. Eerlijk, het neemt toe. En ik zie dat de Hindustaanse vrouwen ook behoorlijk vrijpostig zijn in de politiek. Dus dat zie je ook. En niet alleen bij de Hindustaanse vrouw hoor. Ik zie ook onder de Javanen zie je dat het toeneemt. Onder de Kriolen neemt het ook toe. Onder de Chinezen ook is het behoorlijk meegenomen. En onder de Maron. Kijk naar ons parlement. Hoeveel Maron vrouwen hebben we niet. Dus wat dat betreft zie je dat die groei er is. Maar nog, we zijn er nog lang niet. Er is nog veel werk om te verzetten hoor meneer Ganesh. Ik ga heel eerlijk zijn, als ik zou zeggen, nee, hoera, het gaat goed. Nee, dat jok ik. Er is nog heel veel huiswerk en weet u wat nog meer belangrijk is? Acceptatie. Die acceptatie door elke burger dat de vrouw het ook kan. Die moet nog meer groeien. Ik zie, u hebt net een woord gebruikt van, ik ga heel eerlijk zijn. Mevrouw Ramdien, wat moeten we durven in deze tijd om vooral tegen elkaar te kunnen zeggen? Nou, op welk gebied wilt u dat hebben, meneer Ganesh? Bedoelt u als man-vrouw zijnde, als natie of zo? Als natie. Als natie, oké. We moeten tegen elkaar durven zeggen van dat... Brumtje Jari in gedachten. Dus daarover ga ik zeggen. Dat wij in dit land, dat wij er zorg voor moeten dragen in dit land, dat de gelijke rechten onder elke burger blijven. Of het nou man, vrouw is, wie dan ook, etniciteit, religie, doet niet daartoe. Wanneer wij de koek gaan verdelen, laten we met elkaar eerlijk verdelen. Laten we dat doen en dan zal je zien dat er rust is, dat er geen chaos komt, dat er geen opstand komt. Maar gewoon eerlijk met elkaar zijn en de koek eerlijk verdelen en dan zal je zien dat het goed komt. En dat moet kunnen, dat moet kunnen. Omdat we niet kunnen zeggen, dit deel is van mij, dat deel is van jou. Dan zijn we dat land in vakjes aan het verdelen en op een gegeven moment kennen we elkaar niet. In een land leven we in hokjes. En wat gaat er dan met ons gebeuren? Wanneer gaan we dan dat nationaal gevoel, dat liefdesgevoel voor dit land... Meneer Ganesh, het moment dat je het nationaal gevoel, het liefdesgevoel voor je land niet hebt, zal dat land nooit vooruitkomen. Omdat je dan altijd die splitsing zal hebben. Die versplintering altijd binnen het geheel gaat hebben. Waardoor die eenheid niet gaat komen. Als iedereen naar elkaar trekt, naar Miwang, die is naar Miwang, dat naar Miwang, Miwang dit, Miwang dat die. Als die Mimi gaat blijven, ga je dit ding nooit krijgen. We moeten een keer echt beseffen, niets nemen we mee. Als we dood gaan, nemen we niets mee. Meneer, dan is je staat hier, je gaat die trui zelf niet meenemen. Begrijpt u wat ik bedoel? Lijken mooie woorden, maar het zijn geen mooie woorden, het is realiteit. Realiteit. Als we hieraan niet echt gaan werken, en het moet van de top naar de bottom gaan. De bottom moet meewerken. Men zegt altijd, het moet van de regering komen. Nee, niet altijd alles moet van de regering komen. Van de bottom moet er ook komen. Het gewone volk moet ook ermee eens gaan. Van dit willen we. Laten we werkelijk ondersteuning geven en laat het komen. Maar als je onwilligheid hebt aan de onderkant en de bovenkant zegt, laten we dit doen. Dan bots je tegen elkaar. Toch? Die een brug naar elkaar toe, die moet van beide kanten komen. Uw felicitatieboodschap tot slot. Ja, ik wil elke Surinamer feliciteren met deze mooie dag. 150 jaar. Als ik eraan denk, ik was niet eens geboren. Ik heb gelukkig mijn opa wel gekend, mijn vader, die van India was gekomen. Okay. Ja, die heb ik gekend. Dus ik ben ook niet van de jongeren hoor, meneer Ganesh. Ja, ik heb hem gekend, dus ik ben blij dat ik hem gekend heb. Ik heb heel veel geschiedenis gehoord. Ik had altijd wel ik heb diep voor hem gevoeld. Hij wilde altijd terug. Hij verlangt naar zijn moeder. Ik was 12 jaar toen hij overleed, dus ik kan me nog herinneren. Mijn opa zei altijd tegen, hij wilde zijn moeder nog één keer zien. Maar het is hem nooit meer gelukt. Waarom niet, ga ik u eerlijk zeggen. Hij kon de reis niet terugbetalen.
Hij had het geld niet om een ticket naar India te kopen. En de weg daarnaartoe was duur voor hem toen. Dus hij is nooit doodgegaan. Dus als ik aan die dingen denk, dan voel ik het wel. Maar oké, ik ben blij. Ik ga je zeggen, ik ben blij dat ik vandaag in Suriname ben. Ik ben blij dat mijn voorouders hier naartoe zijn gekomen. Ik hou van Suriname. Suriname is een land waar ik me happy voel. En ik ben blij dat ze hier zijn gekomen.